opgave 43. In een folder over de meerwaarde van groen wonen staat in de tabel hoeveel euro besparing op jaarbasis het gebruik van zonneboilers een gemiddeld huishouden oplevert. Je ziet dat in het tiende jaar de besparing 2200 euro is. Dat is bij 10 2200 euro. Vraag A. Bereken met behulp van lineair interpoleren de besparing in het 18e jaar. Lineair interpoleren. Inter betekent ertussen. En lineair betekent, doe nou net alsof het volgens een mooie lineaire functie gaat. En van de lineaire functie weet je dat het kenmerk is. Als je 1 erbij krijgt in de x-as, dus in dit geval in tijd, dan ga je precies de richtingscoëfficiënt ga je omhoog. Nou, als wij moeten nu bij 18 weten. 18 zit tussen 15 en 20. We weten tussen 15 en 20 hoeveel het per jaar erbij komt. Dan kunnen we bij 15 jaar beginnen en dan 3 jaar erbij optellen en dan zitten we bij 18. Dat is wat ik ga uitrekenen. Ik ga kijken hoeveel er tussen de 15 en de 20 per jaar bij komt. Nou, bij 20 is de hoeveelheid 10.650. Bij 15 is de hoeveelheid 4.850. Dat geeft een verschil van 5.800. En dat is de hoeveelheid die er in 5 jaar bij is gekomen. Ik ga nu de hoeveelheid uitrekenen die er in 1 jaar is bijgekomen. Dus deel ik die 5.800 door 5. Dan kom ik op 1160 uit. Tussen de 15 en de 20 jaar komt er per jaar 1160 bij. Nou, ik wil niet van 15 naar 20, ik wil naar 18. Ik wil dus dat er 3 jaar bij komt. Dus 3 keer 1160 is 3480. Het is dus na het jaar 15 3480 bijgekomen. Ik zat op 4850. Daar komt 3480 bij. En dan heb ik nu 8330 euro. Nog even kort, ik moest lineair interpoleren. Inter betekent ertussen. Lineair betekent doe alsof het een lineair verband is. Lineair verband wil zeggen steeds met een vast getal erbij. Ik ga tussen het jaar 15 en het jaar 20 gaan kijken hoeveel komt erbij. Daarvoor kijk ik wat is het verschil. Er is 5800 bijgekomen. Daar heb ik 5 jaar over gedaan. Dus per jaar is dat 1160. Ik moet het weten voor 3 jaar, want van 15 naar 18 is 3 jaar. Dan tik ik bij de hoeveelheid op bij jaar 15. En dan weet ik ongeveer hoe het is met jaar 18. Dan gaan we naar vraag B. In vraag B zeggen ze, het antwoord op vraag A is een onnauwkeurige schatting. Want het verband in de tabel is niet lineair, maar exponentieel. Toon dit aan. Nou, een exponentieel verband is van de vorm n is b keer g tot de macht t. Het kenmerk van exponentieel verband is dat we steeds keer een vast getal doen. Als er in de tijd steeds 1 bij komt, dan doen we de besparing doen we keer g. Maar ja, dat geldt ook als de tijd steeds 5 bijkomt. Dan kan ik ook zeggen een besparing van g. Maar ja, dat is dan niet dezelfde g natuurlijk als daarboven. Maar dat is een groeifactor per 5 jaar. En als dat nou in de tabel steeds hetzelfde is, kan ik zeggen het is een lineair verband. Dus ik ben hier op zoek. Ik kijk even naar de tabel. Ik zoek een getal dat ik hier keer kan doen, van 1000 dat er 2200 uitkomt. En datzelfde getal moet ik daar en als laatste stap in de tabel ook krijgen. Nou, hoe kun je erachter komen welk getal je keer moet doen? Ja, dan moet je het omgekeerde van keer doen en moet je dus delen door. Dus ik ga 2200 delen door 1000. Ga kijken wat eruit komt. Ik ga 4850 gedeeld door 2200 doen. En ik ga 10.650 gedeeld door 4850 doen. Dit kan ik alleen maar doen omdat in de tijd in jaren in de bovenkant van de tabel ook elke keer het vaste hoeveelheid bijkomt. Er komt steeds 5 bij. Dan kan ik die groeifactoren met elkaar vergelijken. Nou, die eerste er komt ongeveer 2,2 uit. Die tweede komt ongeveer 2,20 uit. En die derde komt ook ongeveer 2,20 uit. Nou, dat getal is afgerond overal hetzelfde. Dus
exponentieel getal, groeiverband. Schrijf de conclusie op. Overal ongeveer hetzelfde. Dus exponentieel groeiverband. Bereken uitgaande van het exponentiële verband de besparing in het 18e jaar. Nou, om dat uit te rekenen is het handig als ik een formule maak. N is b keer g tot de macht t. B is de beginhoeveelheid. Nou, als ik mijn tijdstip 0 nu laat beginnen in jaar 15. En dat mag, ik mag gewoon overal beginnen waar ik wil. Dan is mijn beginhoeveelheid 4850. Nou, dan moet ik nog de groeifactor uitrekenen. De groeifactor per 5 jaar, die heb ik al. Die is 2,2. Aan de hand daarvan kan ik natuurlijk de groeifactor per jaar uitrekenen. Dat is die 2,2 tot de macht 1 vijfde. Daar komt ongeveer uit 1,171. Nou, ik kan de formule opstellen. In plaats van n schrijf ik nu een b neer van het bedrag wat we besparen. De beginhoeveelheid is 4850. De groeifactor is 1,171 tot de macht t. Nou, jaar 0 hoort bij jaar 15. En ik wil nu jaar 18 weten, dus ik moet voor t is 3 in de formule gaan invullen. Het bespaarde bedrag is 4850 keer 1,171 tot de macht 3. En daar komt ongeveer, dat is afgerond, 7784 euro uit.